Goeiedag dames en heren, wij zijn hier in Rijswijk en het is op dit moment wel geteld, precies, 11:03. Het is nog vrij rustig. Ik neem aan dat dat stilte voor de storm is. En we gaan dadelijk eens mooi kijken wat hier allemaal aan de gang is. Hallo Miranda, wij zijn hier live van AVP en we gaan jou even een paar vraagjes stellen. Om te beginnen, hoe lang help je eigenlijk al met de voorverkoop? Ik help al 14 jaar mee met de voorverkoop. En ben je dan al zo oud of ben je erg vroeg begonnen? Nee, ik ben vroeg begonnen. Toen ik 14 was, deed ik al mee. Dus vanaf kleins af aan al druk met het vuurwerk. Dus jij bent zeg maar een knallend meisje geweest altijd? Ja, moet wel, hè, dochter van. Goed, en hoe is de voorverkoop eigenlijk gegaan dit jaar? Nou, we mogen sowieso niet klagen met de voorverkoop. Het is allemaal wel iets minder geworden dan voorgaande jaren, maar ja, dat zal de crisis zijn. Goed, ja, dat is altijd weer niet zo leuk om te horen, maar ja, ik neem aan dat het allemaal wel goed komt. Hoeveel jaar verkopen jullie eigenlijk al vuurwerk hier in dit eigenlijk best wel hele mooie pand hier? Hier in dit pand weet ik niet precies. Ik weet wel dat we in totaal al 21 jaar vuurwerk verkopen. En hoe lang het hier al is, dat durf ik eigenlijk niet te zeggen. Maar in ieder geval al 21 jaar. Dat is inderdaad al een hele lange tijd. Dat moet ik wel aangeven. Nu even waar het nieuws het hele aantal weken al over gedomineerd wordt. Zou ik toch eens willen vragen, wat is jullie standpunt omtrent de mening van GroenLinks omtrent vuurwerk? Nou, dat vinden wij natuurlijk belachelijk. Want ja, wij willen natuurlijk heel graag vuurwerk verkopen. Ja, en als je vuurwerk gaat verbieden, dan komt er alleen nog maar meer illegaal vuurwerk. Dus er gebeuren alleen nog maar meer ongelukken. Dus ik zal tegen GroenLinks zeggen, doe het niet. Dit is veel veiliger. En laat het vuurwerk gewoon bestaan. Hoeveel kluizen hebben jullie hier bij dit pand en wat is de inhoud van de kluizen? Nou, we hebben een opslag van 50.000 kilo en dat staat natuurlijk in één bunker en we hebben nog 2 bufferbewaarplaatsen. Wat zijn jullie openingstijden de komende dagen? De openingstijden zijn op 18 december van 8 uur 's morgens tot 10 uur 's avonds, 29 december van 8 uur 's morgens tot 10 uur 's avonds. De 30e zijn we open. Voor voorbestellingen mogen we niet uitleveren, dat is een wet in Nederland. Op zondag is er geen uitlevering. En de 1 december zijn we open van 8 uur 's morgens tot 8 uur 's avonds. En maar ja, goed, na sluiting, zodra er niet meer verkocht wordt, dan neem ik aan dat het er voor jullie in deze branche nog niet op zit. Maar hoe laat wordt het hier gemiddeld? Worden er nog leveringen gedaan 's nachts en hoe gaat dat dan? Ja, en hoeveel uur slaap pak je gemiddeld deze dagen? Nou, ik heb geluk. Als de winkel dicht is, ruim ik alles op. Dus ik slaap gemiddeld 6 uur per nacht. Maar de mannen achter, nou, 6 uur misschien in de 3 dagen in totaal, maar meer ook echt niet. Tjoejoe, nou blij dat ik dat niet hoef mee te maken. Goeiedag zeg, ik denk dat ik geen mens meer ben. Nou, ben ik nou ook al niet helemaal, maar goed, vooruit. Nou, dan gaan we richting het einde van dit interview. Maar welk product vind je nou eigenlijk zelf het mooiste van wat jullie verkopen? Nou, dat is natuurlijk China Red. Dat hebben we zelf helemaal gemaakt, zeg maar, in China. Dat is de Mega Maxi en de Mega Mini, de topper van het jaar. En zelf gemaakt, heb je dan zelf de pijpjes lopen rollen en aanstampen? Of, Nee. We hebben gezegd wat erin moest. Dus het is gewoon spektakelvuurwerk. Dus zeker komen kopen. Nou, je hoort het, dames en heren, gewoon die kant op gaan. Nou, de allerlaatste vraag van de avond om natuurlijk mee te eindigen. En dat is wat iedere liefhebber graag wil weten. Wat, zeker als vrouw zijnde, wat ga je zelf afsteken dit jaar? Nou, nu moet ik natuurlijk zeggen de Mega Maxi en de Mega Mini, maar ik zal heel eerlijk zijn, ik ben zo moe, ik ga lekker mijn bed in.
Ik ga eerst nog samen met mijn vader een beetje vuurwerk afsteken om 11 uur, zodat we er extra van kunnen genieten. En om 11:30 zijn we daarmee klaar, ongeveer een half uur dus. Daarna ga ik even lekker douchen en dan wachten tot het 12:00 is geweest. En daarna gaat toch echt het lampje uit, want dan heb ik het helemaal gehad. Nou, daarmee komen we tot het einde van dit interview. En ik zou zeggen, wij gaan nog even genieten van de heerlijke sfeer hier in de Rijswijkse Vuurwerkhal. Kom morgen en overmorgen en de 31ste alle deze kant op. Het is hier altijd supergezellig, leuk sfeervol showroompje. En ik schakel terug over naar de studio, Arjan.